Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de bewegende satellietfoto's zien we dat de wolkenvelden over Nederland trekken, maar dat er ook een paar opklaringen in zaten. Vooral in Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Utrecht en Zuid-Holland scheen de zon van tijd tot tijd. En ook in het rivierengebied was het enige tijd fraai weer. Temperaturen waren hoog, 11 tot 13 graden. Zeer lokaal viel er wat motregen. En die weersituatie die hebben we te danken aan een front wat ten noorden van ons ligt. Daar zien we een regenband liggen en die regen die trekt later vanavond en vannacht over het land richting het zuidoosten. Uiteindelijk levert dat wat sneeuw in het Alpengebied op, terwijl bij ons op eerste kerstdag het droger wordt. Hooguit nog een enkel winters buitje. Daarna komt een hoge drukgebied via Engeland en Frankrijk dichterbij. En dat hoge drukgebied dat zorgt ervoor dat het in de nacht van eerste op tweede kerstdag koud kan worden. En met de blik moeten we daarna naar het westen gaan, want daar ligt op de oceaan een klein lage drukgebied. En dat lage drukgebied gaat het weer op zaterdag bepalen. De grote vraag is nog steeds, hoe gaat het lage drukgebied bewegen? Gebruik daar even voor deze pijl. Deze route is zeker. En daarna is het afwachten wat er gaat gebeuren. Er zijn modellen die zeggen dat het lage drukgebied daarheen trekt. Maar er zijn ook modellen die het lage drukgebied laten afbuigen deze kant op. En de meeste die gaan inmiddels voor de zuidelijke optie. Betekent dat het behoorlijk wisselvallig gaat worden in het weekend en dat de kans op sneeuw en veel wind toeneemt. Kom ik zo op terug. Eerst naar het Alpengebied. Daar is het ook morgen weer schitterend weer. Flinke zonnige periode. Temperaturen zijn hoog in de dalen, maar boven de 3000 meter, daar kun je toch aardig skiën. Dooien doet het tot ongeveer 2500 meter. Donderdag komt het front dichterbij wat morgen bij ons voor de regen gaat zorgen. Dat levert dan wat sneeuwval op. Geen hele hoge hoeveelheden, grote hoeveelheden. Zo 5 tot 15 centimeter kan er vallen. Het meeste in Beieren en Oostenrijk. En dat alles dan wel bij een sneeuwvalgrens die daalt tot in de dalen. Zit u aan de zuidzijde van de Alpen, dan is het veel minder wit. Daar blijft de zon geregeld schijnen, valt er hooguit een licht sneeuwbuitje. Dan Nederland. Bij ons vanavond veel bewolking, nog steeds die stevige zuidwestenwind en lokaal valt er wat regen of motregen. Later in de avond zien we het regengebied groter worden. Vannacht is het dan op veel plaatsen nat, zijn er echt perioden met regen, wordt zo'n 10 graden in het noordwesten en 7 in Limburg. Morgen trekt het regengebied van noord naar zuidoost over het land. In Limburg hebben we lang te maken met de regen. Daar wordt het pas in de avond waarschijnlijk droog. Maar in het noorden wordt het aan het einde van de ochtend al droger. En dan kan daar de zon doorbreken. Dan wordt het allemaal wat vriendelijker. Temperaturen in de ochtend 9 à 10 graden. Dan een stevige zuidwestenwind. In de middag achter het regengebied gaat de temperatuur licht dalen. En neemt de wind ook iets af. Dan komen we bij de kerstdagen. Donderdag. Eerste kerstdag, een enkele winterse bui. Vooral in de middag en avond is dat mogelijk. In de ochtend zullen het vooral nog enkele regenbuien zijn. Er zijn wolkenvelden, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd. De wind waait aan zee nog stevig, neemt later op de dag wel af. En het wordt minder zacht, 6 tot 8 graden. In de nacht van donderdag of vrijdag moeten we dus rekening houden met kans op gladheid. Niet vergeten, temperaturen gaan echt dalen tot rond of onder het vriespunt. En ook in de nacht kan er nog een enkel buitje vallen. Dus verraderlijk. Vrijdag overdag, tweede kerstdag, prima weer. Flinke zonnige periode. De wind is afgenomen naar 2 tot 4 boven. En daarmee kunnen we denk ik van een heerlijke winterdag spreken. 4 tot 6 graden wordt het, zijn normale temperaturen voor eind december. Zaterdag is dus nog erg onzeker. Ik heb nu windkracht 9 aan zee staan uit het zuidwesten. Dat zou dan betekenen zuidwestenstorm. Maar ook dat is nog twijfelachtig. Het hangt van de koers van dat lage drukgebied af. Als dit uitkomt, dan gaat het in de ochtend vanuit het westen regenen, overgaand in sneeuw. En later op de dag gaat het dan weer regenen in het oosten. Temperaturen zijn laag, 2 à 3 graden. En met die stevige zuidwestenwind is het dan waterkoud. We gaan het afwachten. Als we naar de kansen kijken, dan zien we dat de kans op vorst voorlopig behoorlijk aanwezig is. We gaan echt naar een koudere periode toe. De kans dat het overdag gaat vriezen. Op de onderste grafiek zien we ook toenemen, naar zo'n 20 à 30%. Dus winterweer komt in de buurt. En als we dan naar de sneeuwkansen kijken, ja, dan moeten we het dus vooral van de zaterdag hebben. Dan is er een serieuze kans op sneeuw, zondag misschien ook nog. En daarna is de kans op sneeuw klein. We hebben wel gezien dat het kouder wordt, oftewel daarna wordt het grotendeels droog weer. Maar eerst nog de kerstdagen. Dit is mijn laatste dag voor de kerstdagen. Ik wens iedereen goede kerstdagen daarom en ik ben er op tweede kerstdag weer.